Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de 15e finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, zoals u weet werd Lenny Koer vorig jaar een van de vier winnaressen en Holland viel dit jaar de eer te beurt om de Europese finale te organiseren. En zo begroeten wij u dan ook hartelijk vanuit de RAI in Amsterdam. 12 deelnemers en deelnemsters stelden deze finale uit even zoveel landen. Iedere deelnemer of deelnemster wordt door een filmpje aan u voorgesteld. Regisseur Theo Arderman heeft de filmpjes die elk 30 seconden duren in het land van de deelnemers of deelnemer opgenomen, met uitzondering van 5 artiesten die nou net op het ogenblik van de filmopname in Parijs vertoeven. Onder de filmpjes krijgt u van mij een korte beschrijving van de artiesten. Op het moment overigens dat een zanger of zangeres het toneel opkomt, krijgt u op uw scherm 3 aankondigingen te lezen. De naam van de artiest met het land wat hij of zij vertegenwoordigt, dan de naam van de dirigent, en daarna de naam van het liedje met componist. Intussen kijkt u naar een filmpje over Amsterdam, natuurlijk speciaal gemaakt voor de vele buitenlandse kijkers. Want er kijken bij elkaar zo'n 400 miljoen mensen naar deze uitzending, die onder andere via de satelliet Early Bird ook naar de Zuid-Amerikaanse landen wordt uitgezonden. De muziek die u hoort op het thema, wat u al bekend zal zijn, langs de Amsterdamse grachten, is bewerkt door arrangeur Rob Klonk. Het orkest, het Metropoolorkest, natuurlijk onder leiding van een man die reeds 14 jaar songfestivalervaring heeft, namelijk Dolf van der Linden. Na dit filmpje wordt het festival eigenlijk officieel geopend door de NOS-omroepster Willy Dobbe. Ze doet dat in het Frans, in het Engels en ook nog even in het Nederlands. En ik wil het dan hier voorlopig maar even bij laten, dames en heren. En u van mijn kant dan een zeer plezierige avond toewensen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à Amsterdam à l'occasion du 15e festival de la chanson.
Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the 15th Eurovision Song Contest here in Amsterdam. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij het 15e Eurovisie Songfestival dat gehouden wordt, u weet het allemaal, in Amsterdam. En dan onze eerste deelnemers. Vele stormen zijn over de diverse hoofden gegaan van de organisatie en van de drie meisjes die de moeilijke opgave hebben dit festival te openen. Ze hebben er echt heel hard voor gerepeteerd en we wensen hen op dit ogenblik veel succes en sterkte met het door Pieter Goemans geschreven liedje over het sterrenbeeld Waterman. The Hearts of So. Zeer goed gewerkt, heel goed gedaan en nou natuurlijk maar afwachten. Onze tweede gast, dames en heren, komt uit Zwitserland. Hij is 30 jaar oud en na verschillende werkzaamheden was het juist Adamo die hem aangemoedigd heeft zijn eerste plaat te maken, de Reveille Matin. Hij heeft tweemaal in het grote Olympia Theater in Parijs opgetreden en verzorgt in Zwitserland een serie amusementsprogramma's. Het liedje Retour gaat over verschillende reisjes die een jongeman gaat maken terwijl hij weet dat zijn geliefde hem alle fouten zal vergeven wanneer hij voor het goed terugkomt. Hier komt voor u Henri Dess. Toi qui m'attends au moins toutes les nuits, et moi qui prends le train pour l'Italie, j'y resterai 10 jours, ni trop long ni trop court. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin les photographies de mes petites amies. Et l'Italie vaut
faudra bien quelques nuits. Pa 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 pa. Toi qui as l'âme sœur mieux qu'une sœur, et moi qui joue tarot avec ton cœur, je me fais la paire pour les Angleterres. C'est un peu loin, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin 2-3 galipettes et quelques bouclettes. Et ta douleur vaudra bien mon ardeur. Pa pa la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la 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 pa 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 la pa pa. Toi qui donnes l'amour mieux qu'une mère, et moi qui fais le sourd comme on prend l'air, je pars à la conquête de toutes les minettes. Ça n'est pas rien, je sais, mais tiens-toi bien. À mon retour, j'aurai dans un écrin une grande expérience, tu peux me faire confiance. Et notre amour vaudra bien un détour. Pa pa la pa 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 la pa 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 la 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 pa 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 la pa 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 la pa 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 la 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 pa 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 la pa pa. Toi qui fermes les yeux sur mon absence, toi qui parles si peu, toi la clémence, je sais contre toute, au bout de mes routes, je garderai pour toi, au fond du cœur, une place de choix, comme une fleur. Et une bagouze qui fera des jalouses, et notre amour vaudra bien mon retour. Pa pa la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa pa. Dat was Henri Dess met zijn liedje Retour. En wij gaan naar Italië. Naar de zanger Gianni Morandi. Zijn debuut maakte hij in 1962 voor de Italiaanse televisie. Hij werd door een talentscout ontdekt en maakte reeds veel, zoals het zo mooi heet, zwarte schijven. Hij trad op in Zuid-Amerika, Japan, Canada en verschillende Europese landen. Hij is ook filmacteur en speelde reeds in 5 films. En hij won als zanger vele prijzen op verschillende festivals. Vanavond zingt hij het liedje Oggi di Ragazza. Gianni Morandi. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore, e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte nei tuoi occhi, c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderà. Ah,
poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere il volo. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Dus de Italiaanse bijdrage. En het is nu de beurt aan Joegoslavië. De 18-jarige Eva Sersen is toch maar kort in het vak. Ze werd beroemd doordat zij een eerste prijs won, de Gouden Camelia, op een songfestival in Joegoslavië. Ze studeert aan de muziekhogeschool te Ljubljana en schrijft heel wat liedjes zelf. Dit liedje echter werd voor haar geschreven en het heet Pridi Dala Tipom Svet, als u mijn Joegoslavische uitspraak wil verontschuldigen en dat zoveel wil zeggen als: kom, ik zal je een roosje geven. Eva Sersen. Eva Sersen was dat uit Joegoslavië. De vijfde deelnemer is een zuiderbuur, het is de Belgische Jean Vallée. Hij is 29 jaar oud en begon in Parijs met alleen bij zich een gitaar en een koffertje. Hij heet eigenlijk Paul Goeders, maar veranderde dit in Parijs in een meer Franse naam, Jean Vallée. Hij won de nationale finale in België
op 3 februari jongstleden met het liedje Bien l'oublié, wat hij zelf heeft geschreven en wat betekent vergeet hem maar, waarin hij een meisje de raad geeft haar eerste liefdesaffaire maar gauw te vergeten. Jean Vallée. Chagrin vient d'apparaître, un peu de pluie pour tes cils, quelques larmes viennent de naître, un peu d'amour qui s'enfuit. Viens l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir. Viens l'effacer, ce premier amour ne t'aime pas l'écrire. Un nuage va disparaître, un bouquet d'ombre qui s'enfuit, un soleil vient d'apparaître, un peu de bleu pour tes cils. Viens l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir. Viens l'effacer, ce premier amour était mal écrit. Une étoile vient d'apparaître, un peu de nuit pour tes cils. Une rose vient de naître, un peu d'amour dans ta nuit. Allez, viens l'oublier, ce garçon te fait trop souvent souffrir. Allez, viens l'effacer, mal écrit. Rien. Dat was dan het Belgische liedje Bien l'oublié. We gaan weer wat zuiveren, dames en heren, en komen in Frankrijk terecht met de zanger Guy Bonnet. Hij is tot 1966 eigenlijk alleen liedjes schrijver geweest en muzikus ook, onder andere te Avignon. In 1966 ging hij naar Parijs en zijn succes kwam met het liedje La Source, wat hij componeerde, waarmee Isabelle Aubray in 1968 Frankrijk op het Eurovision Song Festival vertegenwoordigde. Hij heeft de muziek van het liedje dat hij gaat zingen ook zelf gemaakt. Het heet Marie Blanche en het is een ode aan een meisje, u raadt het al, waar hij natuurlijk verliefd op is. Hier komt Guy Bonnet. Marie Blanche est à
moi et moi je l'aime. Et ma vie blanche s'endort près de moi. La neige tombe et le vent lui fait escorte. Tous les étangs sont gelés. Oui, mais qu'importe. À l'hiver, nous avons fermé notre porte et Marie Blanche est à moi. Et Marie Blanche est à moi et moi je l'aime. Et Marie Blanche s'endort près de moi. Sa tête blonde et Marie Blanche est à moi. Met zijn liedje Marie Blanche. Voor Engeland, dames en heren, doet mee het zangeresje uit Wales, Mary Hopkins. 20 jaar oud en onlangs was ze nog te zien in de Tom Jones Show. Toen ze 4 jaar was, zong ze al in het kerkkoor en ontdekt werd ze eigenlijk pas bij een muzikale televisieshow toen het bekende fotomodel Twiggy haar hoorde en het aan Beatle Paul McCartney vertelde. Zo kwam de eerste single, het eerste plaatje Those Were the Days tot stand. Daar komt dan zometeen Mary Hopkins met Knock Knock, Who is There? Tik Tik, Wie is daar? Down my window pane, I'm on my own again. Good evening,
Knock, knock, goodbye. Tik, tik, die is bij. En als het dan de liefde is, zet de deur dan maar wijd open. En laat de liefde dan zijn jas maar uitdoen en binnenkomen. Dat was Mary Hopkins. Dan is het nu de beurt aan Luxemburg. En ook voor dat land komt voor ons een bekende zanger uit. David Alexander Winter. We zagen hem nog in de gala van de Nederlandse plaatartiest vorig jaar september. Hij is in Amsterdam geboren en toch is Frankrijk het land waar hij de grote successen haalt. In 1969 werd zijn eerste plaat opgenomen, Oh Lady Mary. En stijgt zijn ster snel aan het firmament. De tekst van het liedje is het omgekeerde. Zegt namelijk, ik val uit de lucht of uit de hemel. Je suis tombé du ciel. Daar zit Alexander Winter. J'avais le cœur et la tête en voyage. Je me croyais tranquille pour longtemps, pour longtemps. Chaque fois que je regardais la terre, je la trouvais bien ronde et bien sévère. Je n'avais pas envie de voir les gens, mais tout à coup un jour on te voya. De toi, je suis tombé de ciel et je suis fou de joie. Je n'irai plus jamais dans les nuages. Tu es ma ville et tu es mon village. J'ai découvert que le seul paradis c'est ici. Dieu qu'on s'ennuie quand on plane là-haut, à vivre seul comme un triste pierrot, quand il suffit de plonger dans tes yeux pour naviguer au milieu du ciel bleu. Je suis tombé de ciel pour me pencher. Daar zit Alexandre Winter, die uit de hemel komt gevallen, is misschien tombé du ciel. Uit Spanje komt de meester in de rechten, Julio Iglesias, die eerst een carrière als profvoetballer wou beginnen bij Real Madrid. Maar dat kon niet doorgaan, wat een ernstig ongeluk. Die kluisterde hem aan bed gedurende 20 maanden. En toen is er een andere hobby bij hem ontwaakt, dat was namelijk zingen en componeren. Het liedje van vanavond is ook een eigen compositie en hij bezingt zijn verloren gegaane liefde voor het meisje Gwendolyn. Julio Iglesias. Dentro de mí que aún puedo vivir
la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Wendolin, aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. La, 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 la. Alejar de mí, le he pedido al silencio que me hable de ti. He vagado en la noche queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído decir tu nombre, Wendolin. Wendolin, dat was het. Spaanse liedje. En dames en heren, als u thuis als een beetje uw keus gemaakt, dan wordt u nog moeilijker gemaakt, want er komen er nog drie. Voor Monaco komt zometeen een van de jongste deelnemers op uw scherm, de 17-jarige Dominique Dussault. Op 15-jarige leeftijd won zij een avondjonge op het Songfestival de eerste prijs. En grote voorbeelden zijn Jacques Brel, Edith Piaf en Jean Ferrat en Marlène Dietrich, getuige het volgende liedje dat een ode is aan The Blue Angel. Marlène dus, gezongen door Dominique Dussault, met muziek van de bekende Eddy Barclay. Anachronique, quelle, je reviens toujours à l'époque du 78 tours rayé et oublié. C'est toi qui charmais Marlène, qui troublait Marlène, c'était toi. Tu n'étais pas pour moi. Une cigarette, un regard qui n'en finissait pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas noir en cinérama, une silhouette en sexy-rama, Marlène, oui c'est bien toi, tu souris et je suis Marlène. Avec mes talons, des cheveux frisés comme un mouton auquel des illusions je voulais
tant lui ressembler. Vous en sorcerez, vous marlonisez, l'ange bleu. Nur auf dich bin hier eingestellt. Non, non, je ne peux pas. I want you, I love you, darling. I've got you. Je ne pourrai jamais, jamais chanter comme ça. Dominique Dussault uit Monaco. Voor Duitsland komt in het strijdperk de veelzijdige Katja Epstein. 25 jaar oud en zij volgt een klassieke zangopleiding bij de zangeres Elisabeth Hallstein. Verdere liefhebberijen, als u die wilt weten, tekenen en beeldhouwen. Haar liedje werd gecomponeerd door de man die ook nu het Metropoolorkest dirigeert, Günter Loze, en het is getiteld Wonderen gebeuren altijd weer, Wunder gibt es immer wieder. Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder, von Katja Epstein uit Duitsland.
We zijn weer aan de twaalfde toe, dames en heren. De rij wordt gesloten door Ierland met Rosemary Brown, die optreedt onder de naam Dana. Ze is 18 jaar oud en opgegroeid in de over de hele wereld bekend geworden wijk van de Noord-Ierse stad Derry, de Boxer. Ze studeert Engels en muziek en ze heeft verteld dat ze haar schoolboeken mee naar Amsterdam heeft genomen om toch maar niet achter te raken. Ze speelt gitaar, piano en orgel, maar vanavond zingt ze en u ziet en hoort haar in het liedje All Kinds of Everything. Hier komt Dana. Dana met All Kinds of Everything Reminds Me of You. En dat waren dan ook de 12 liedjes. En dan kunt u thuis rustig gaan puzzelen, dames en heren. Of niet natuurlijk, als u het voor uzelf al zou weten. En terwijl u nu naar het decor gaat kijken, het beweegbare decor wat ontworpen is door Roland de Groot, wil ik u graag wat korte informatie over de jury ingeven. In elk van de 12 deelnemende landen zit een jury van 10 personen. Elke jury heeft 10 punten te verdelen. Juries kunnen elkaar niet horen of zien, van beïnvloeding is dus geen sprake. Mocht na de eerste stemming meerdere liedjes hebben gewonnen, zoals bijvoorbeeld vorig jaar, dan wordt er nadat deze liedjes nog een keer te horen zijn gebracht, opnieuw gestemd. Nu echter mag iedere jury gezamenlijk slechts één punt toekennen aan hun favoriete song. De juries van de landen met de winnende songs, die stemmen niet mee, dat is duidelijk. Voor de rest komt de totale jurering en scorebord duidelijk op uw scherm en maakt eigenlijk verder commentaar overbodig. NOS-presentatrice Willy Dobbe zal de jurering leiden. En terwijl de juries zich nu aan het beraden zijn, kondig ik u het pauzenummer aan. Het zijn de Don Lurio dansers uit Amsterdam
die voor u het ballet Mixer zullen uitvoeren. Heren, het is zover. We hebben alle liedjes achter de rug. En we gaan dus nu eens kijken hoe de stemming in de 12 deelnemende landen eruit ziet. Ladies and gentlemen, the time has come. We have seen and heard all the singers and their songs. We are going to call now all the juries in the participating countries and their chairman will give us their votes. Mesdames et messieurs, le grand moment est venu. Nous avons entendu les chansons et nous allons apprendre maintenant comment les jurys ont voté dans les 12 pays participants.
Maar voordat het zover is, dames en heren, zou ik graag aan u voorstellen Mr. Brown. Mr. Brown is de man die vanavond in de gaten houdt of de puntentelling precies correct gebeurt. Of ieder land dus ook zijn 10 verplichte punten toekent. Het mag er dus niet per ongeluk eentje meer of eentje minder zijn. Naast mij zit Yvonne, de assistente van Mr. Brown. En aan de andere kant van Mr. Brown zit Marijke. Zij zal vanavond het scorebord bedienen. En u begrijpt dat dat natuurlijk een zeer belangrijke taak is. Ik hoop dat u alles duidelijk is wat hier direct gaat gebeuren. En ik stel er nu ook voor om verbinding te krijgen met het eerste land. De eerste jury waar we contact mee krijgen, dat is onze eigen Nederlandse jury die zich in Hilversum bevindt. Hallo, Holland. Will you please transmit your votes to me? Hello, Amsterdam. This is Hilversum calling. Here are the results of the Dutch jury. Yes. Switzerland, 2 votes. Switzerland, 2 votes. La Suisse, 2 points. United Kingdom, 3 votes. United Kingdom, 3 votes. Le Royaume-Uni, 3 points. Ireland, 5 votes. And that completes the voting of the Dutch jury. Thank you, but I'll repeat the last country. Ireland, 5 votes. L'Irlande, 5 points. Hello, Switzerland. Can you hear me? Bonsoir, Amsterdam. Ici Berne. Oui, bonsoir. Voici le vote du jury suisse. Oui. Royaume-Uni, 2 votes. Royaume-Uni, 2 votes. United Kingdom, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Allemagne, 1 vote. L'Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Irlande, 6 votes. L'Irlande, 6 votes. Ireland, 6 votes. Et ceci termine le vote du jury suisse. Merci beaucoup et au revoir. Italy. Bonsoir, Italie. Allô, Amsterdam, ici Ron, bonsoir. Bonsoir. Voici les résultats du jury italien. Oui, voulez-vous commencer? Pays-Bas, 3 votes. Pays-Bas, 3 votes. The Netherlands, 3 votes. France, 1 vote. France, 1 vote. La France, 1 point. Royaume-Uni, 2 votes. Le Royaume-Uni, 2 votes. United Kingdom, 2 votes. Espagne, 3 votes. L'Espagne, 3 points. Spain, 3 votes. Allemagne, 1 vote. L'Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury italien. Bonne nuit, Amsterdam. Merci beaucoup pour votre collaboration bienveillante. Au revoir. Maintenant, Yougoslavie. Hello, Yougoslavie. Will you please give us your results? Hello, Amsterdam. Belgrade calling. Here are the results of the Yugoslav jury. Please. Netherlands, 3 votes. Netherlands, 3 votes. Les Pays-Bas, 3 points. Italy, 1 vote. L'Italie, 1 vote. L'Italie, 1 point. France, 2 votes. France, 2 votes. La France, 2 points. United Kingdom, 4 votes. And that completes the voting of the Yugoslav jury. Thank you. United Kingdom, 4 votes. Le Royaume-Uni, 4 points. Et maintenant, la Belgique. Allô, la Belgique. Allô, Amsterdam, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Bonsoir. Bonsoir. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Irlande, 9 votes. L'Irlande, 9 points.
Ireland, 9 votes. Et ceci termine le vote du jury. Merci beaucoup. La France. Allô, la France. Bonsoir. Veuillez me dire à quel pays vous avez donné vos votes. Bonsoir Amsterdam, ici le secrétaire du jury français. Oui. La Suisse, 2 points. La Suisse, 2 points. Switzerland, 2 votes. La Belgique, 3 points. La Belgique, 3 points. Belgium, 3 votes. Le Royaume-Uni, 2 points. Le Royaume-Uni, 2 points. United Kingdom, 2 votes. Monaco, 2 points. Monaco, 2 points. Monaco, 2 votes. L'Irlande, 1 point. L'Irlande, 1 point. Ireland, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury français. Merci Bonsoir beaucoup. Amsterdam. Merci beaucoup. Au revoir. United Kingdom, hello, can you hear us? Yes, hello Amsterdam. This is the jury spokesman in London. And here's the voting for the United Kingdom jury. Yes, will you start please? Netherlands, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Switzerland, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Yugoslavia, 4 votes. Yugoslavia, 4 votes. La Yougoslavie, 4 points. Ireland, 4 votes. And that completes the voting of the United Kingdom jury. Donkerval and good night, Amsterdam. Ireland, 4 votes. L'Irlande, 4 points. And that was the result of United Kingdom. Ladies and gentlemen, we are now going to Luxembourg. Hello, Luxembourg. Good evening, Amsterdam. Good this evening. Is Luxembourg. Here are the results of the Luxembourg jury. Yes. Belgium, 1 vote. Belgium, 1 vote. La Belgique, 1 point. United Kingdom, 2 votes. United Kingdom, 2 votes. Le Royaume-Uni, 2 points. Spain, 2 votes. Spain, 2 votes. L'Espagne, 2 points. Germany, 3 votes. Germany, 3 votes. L'Allemagne, 3 points. And Ireland, 2 votes. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 points. And that completes the voting of the Luxembourg jury. Thank you very much for your votes. Spain. Hello, Spain. Will you please give us the result of your jury? Hello. Hello, Amsterdam. Madrid calling. Good evening, Spain. Here are the results of the Spanish jury. Yes, that's right. Italy, 2 votes. L'Italie, 2 votes. Italy, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 vote. Le Monaco, 1 point. Germany, 4 votes. Germany, 4 votes. L'Allemagne, 4 points. Ireland, 3 votes. Ireland, 3 votes. L'Irlande, that completes the voting of the Spanish jury. Thank you. L'Irlande, 3 points. Thank you and goodbye. And now, et maintenant, Monaco. Allô, Monaco. Allô, Amsterdam, bonsoir. Veuillez me dire vos votes, s'il vous plaît. Oui, ici, Monaco. Voici le résultat du jury monégasque. Oui. France, 2 votes. France, 2 votes. France, 2 votes. Royaume-Uni, 4 votes. Le Royaume-Uni, 4 votes. United Kingdom, 4 votes. Espagne, 3 votes. Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Allemagne, 1 vote. L'Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury monégasque. Bonsoir, Merci Amsterdam. Beaucoup. Au revoir. Dames en heren, het wordt spannend. Er is een grote voorsprong, moet ik zeggen. Een zeer grote voorsprong zelfs.
Althans, de tweede plaats die wordt wel spannender. Dat is dus Duitsland met... Duitsland zie ik daar. Engeland. 19 punten. Ja. Engeland is dus op het moment op de tweede plaats met 19 punten. We gaan nu nog naar twee landen toe en dat is dus in de eerste plaats Germany. Hello Germany. Hello Amsterdam, Frankfurt calling. Here are the results of the German jury. Switzerland, 2 votes. Switzerland, 2 votes. La Suisse, 2 points. Italy, 2 votes. Italy, 2 votes. L'Italie, 2 points. United Kingdom, 4 votes. United Kingdom, 4 votes. Le Royaume-Uni, 4 points. Ireland, 2 votes. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 points. And that completes the voting of the German jury. Thank Good night. Very much for your cooperation. Good night, Amsterdam. Hoe is het nu? De stand? 32 voor Ierland. Hello, Ireland. Will you please transmit your votes to us? Hello, Amsterdam. This is a very cheerful Dublin calling. Here are the results of the Irish jury. Switzerland, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Belgium, 1 vote. Belgium, 1 vote. La Belgique, 1 point. France, 3 votes. France, 3 votes. La France, 3 points. United Kingdom, 3 votes. United Kingdom, 3 votes. Le Royaume-Uni, 3 points. Germany, 2 votes. Germany, 2 votes. L'Allemagne, 2 points. And that completes the voting of the Irish jury. Thank you very much. Dames en heren, winnaar. Eurovision Song Festival 1970, Ierland. Ja, dames en heren, dat is het dan. De winnares van vorig jaar, een van de 4, Lenny Koer, reikt de medaille uit aan Dana, het lieftallige Ierse zangeresje met haar liedje All Kinds of Everything. En daar komt dan de componist, dat is Jackie Smith, en de tekstdichter Derry Lindsay. Rest u nog te vermelden dat Dolle van der Linden haar liedje heeft begeleid met zijn orkest. De dirigent was dus Dolf van der Linden. Daar zien we dan prachtige bloemstukken op het toneel komen. En we gaan nog één keer luisteren naar het winnende liedje All Kinds of Everything, gezongen door Dana. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything remind me of you. Seagulls and aeroplanes, things of the sky, winds that go howling, breezes that sigh, city's lights, neon lights, gray skies or blue, all kinds of everything remind me of you. Summertime, wintertime, spring and autumn too, Monday, Tuesday, every day of you, dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, a snowflake or two. Summertime, winter.
Dat was het dan. Eurovision Song Festival finale 1970, het 15e. Wie weet komt er volgend jaar toch nog een 16e Songfestival. Laten we het hopen. En met een stralende Lenny Poer en een Dana Trebu. De zaal die gaat staan. Nog even een beeld hebt, neem ik voor vanavond afscheid van u. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En tot ziens. Goedenavond.